Hij is verwond aan zijn hand. Ja, ik heb handen zeer. Ja? Mijn handen zeer, we gaan daar gaan wachten. Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergast. Ik ben Joost. En ik Martijn. En ja, aan het eind van deze fantastische zomer wil je natuurlijk nergens anders afsluiten dan op een strandfeest. En dat gaan we ook doen, namelijk bij Bloemendaels hebben we een end of summer closing party. En die kunnen wij niet missen natuurlijk. Dat klopt. Dus jij had een briljant plan, Martijn. Klopt. Jij zei, ik ga een strandwalling maken in dit geweldige weer. Toen ik het zei was het twee weken geleden wel lekker weer. Maar... Ja, maar wat er dan zou gebeuren is, jij in het glas zou stappen, ja. Hele poepen bloed. En jij moet even naar binnen. Precies. Om jezelf... Op te lappen. En daar moet jij me bij helpen. Jij bent even in paniek. Jij weet niet wat je overkomt. Nee, ik weet niet. Mijn beste vriend gaat bijna dood. Laten we even op onderzoek uit. Laten we kijken of het überhaupt al druk is. Want je wil natuurlijk wel in de menigte een beetje dekking weten te vinden als je helemaal binnen bent. En laten we kijken waar we een strandwandeling gaan maken. En voor de mensen die nu denken, oh, jullie hebben de tentnaam genoemd. Het is gesponsord. Nee, Bloemendaal is eigenlijk best wel kut. Ja, ik vind het ook niet meer zo leuk. Ik ben tegenwoordig gewoon een oude kroegtijger of keile hardcore parties. Jij bent niet wel van hardstyle, hè? Ja, helemaal. Ik vind het helemaal geweldig. Gozer, dit is beter beveiligd dan Schiphol. Gas. Dit is gewoon Schiphol. Het is gelukkig wel best druk. Gozer, je hebt fucking metaaldetectorpoortjes. Wil jij een geweer mee naar binnen nemen? Nee, maar... Dat is toch niet zo heel van hand? Nou ja, ze nemen best serieus wie er binnenkomt. Dus ga je niet zomaar met je... En denk je van, oh nee, kom maar binnen. Normaal gesproken gaat iedereen hier helemaal door metaaldetectors en wordt je kaart gevierd. Maar omdat jij een glas in je voet hebt gekregen, ja, dat kom was maar sowieso naar binnen. Al een heel ongeloofwaardig verhaal in het weer dat jij met je blote voet over strand zou lopen. Dus ja, maar nu... deze tegenslag van zo'n metaaldetector kunnen we er ook wel bij hebben, toch? Ik ben blij dat jij nog zo positief blijft. Vriend, het is gaan regenen. Ja, het einde van de zomer is wel echt officieel een feit. Ja, maar er zijn wel een hele hoop mensen Bloemendaal ingelopen, zagen we net. Ja, dus het is nu druk genoeg. Alleen is het totaal niet realistisch dat ik nu met mijn blote voeten door het zand heb gelopen. Dus... We gaan het op je hand doen. Ja, het wordt een handwond. En hoe heb ik dat gedaan? Ik ben gewoon die gek die altijd ratslagen maakt. Er per ongeluk in glas. Het net bloed. Ziet eruit als sketchy. Je bent verwond aan de binnenkant van je hand. Ja, niet te heftig, niet te heftig. Nee. Zo. Kijk. Je bent al een beetje gewond. Kijk, dus je hebt dus ook wel bloed. Een beetje zo. Want kijk, als zij het te heftig gaan nemen, dan... Heb je kans op dat ze de ambulance gaan bellen? Dat moet je ook niet hebben. Dat ze een EWO erbij halen. Dus het is gewoon, dit is het. Laat eens even kijken hoe het... Ja, maar dan heb je zo'n papiertje. Dan heb je geen noodzaak om naar binnen te gaan. Nee. Dat is gek. Ik moet het even afwassen. Er zit allemaal zand in. Ja, dit is juist van, oké, kan ik heel even, man, was hier. Ik vind het slim. Ja, laten toch? We doen. Ja, laten we doen. Gaat het? Nee. Het is ook zo'n ontzettende flapdrol dat je daar weer een ratslag moet maken. Sorry. Hij is verwond aan zijn hand. Ja, ik heb een handen zeer. Mijn handen zeer, we kunnen daar gaan wachten. Ja, het valt mee hoor. We moeten even schoonmaken, zand in. Wat? Dit zand in, we moeten even schoonmaken. Ik denk dat hij even... Even zijn handen nog schoonmaken en wassen. Belangrijk, hè? Zeg je? Ja, dat is belangrijk. Ja, toch? Even relaxed. De hand wassen. Ja, het is erg. Wacht, joh. Nou ja, zo makkelijk kan het gaan, jongens. Oké, nou. Ik ben binnen. Joost niet. Ja, ik ga even lekker feest pakken. Yo, grappie, lekker pik. Ja, hey, ik kom niet binnen, maar ze zijn jou volgens mij alweer lang vergeten, joh. Sta je aan de bar? Lekker vriend. Gezellig. Ja. Hey, ik zou zeggen, veel plezier, pik. Maak er een groot feest van. Ik zie je thuis, ja? Het is hier koud en het regent. Later. Je doet gewoon net alsof je een wondje op je hand hebt en je staat binnen met een biertje. Lieve Joost, ik ga lekker feesten. Tot volgende week! Oké, het is Martijn gelukt. Martijn is binnen, die is flink aan het feestvieren. Ik sta hier te vergaan in de kou. Ik wij weg, dus ik ga lekker naar huis. Want ik heb Martijn het heel laat gemaakt. Die gaat diep het glaasje in kijken. Dus ik sluit hem hier ook af. Volgende week zijn we terug met iets heel speciaals. Namelijk Giergasten Vips. Op de dinsdag ga er zeker klaar voor zitten. En zie je volgende week. Later!